Ook in het gemeentehuis in Elst, in de gemeente Overbetuwe, werd natuurlijk gestemd. Op wie en welke thema's voor kiezers belangrijk zijn, dat verschilde nog wel. Wat ik heb gestemd? Ik heb gestemd het CDA. De gemeentebelangen Overbetuwe. Ik heb voor 3 mensen gestemd. Het midden gehouden, CDA. Was het een beetje druk binnen? Ja, ik vind het erg druk op dit moment hoor. Dat gaat per 1. In een loketje tenminste waar je kunt melden. Dus even wachten. Vluchtelingen, dat ze die alsjeblieft gastvrij ontvangen, dat vind ik wel belangrijk. Jeugdzorg, klimaat, bouwen van huizen, al dat soort zaken. Ik zag net de meneer met de stok, liep ook al zo ongelukkig, want het loopt best schuin af. Die dame die meeliep met mij, die voelde pas hoe het liep als het eraf is. Erop gaat nog wel, maar eraf. En ik vind dat hier de ruimte zat, laat ze hier beneden doen. Soms heb je ook ter verbetering, krijg je wat dingen mee en die verwerk je ook in het procesverbaal. Dan wel pak je meteen op wat mogelijk is. Zoals je hier ziet, nu mogelijk gaan we nu hier naartoe dat we hier een soort van cirkel maken. Dat we dus hier gaan stemmen, stembureau daar en uiteindelijk zo rondgaan. Alleen om het nu nog te doen, omdat het nu voor de laatste 5,5 uur is misschien wat overdone. Maar terecht wat mevrouw zegt. Voor de uitslag van de verkiezingen is uiteraard nog wat geduld nodig. In Overbetuwe wordt die om 1 uur 's nachts verwacht.